kinderarbeiders wereldwijd werken voor een extraatje en kata en kumite tijdens karate kampioenschappen. Hallo allemaal en fijn dat je kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. Op dit moment werken wereldwijd ongeveer 215 miljoen kinderen. 69 miljoen daarvan gaan helemaal niet naar school, terwijl de rest werken combineert met een klein beetje onderwijs. Vandaag is de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Sinds 2002 vragen de Verenigde Naties extra aandacht voor dit probleem. Kinderarbeid ontstaat meestal door armoede en gaan de kinderen werken om zichzelf en soms hun familie te verzorgen. Het is belangrijk dat alle kinderen hiertegen beschermd worden, omdat ze naar school moeten om zichzelf beter te ontwikkelen. En omdat goed onderwijs de manier is om kinderarbeid tegen te gaan, is dat het thema van het jaar. Nee tegen kinderarbeid en ja voor kwalitatief onderwijs. Kinderarbeid zijn kinderen onder de 18 jaar die verplicht zijn te werken voor hun ouders, om hun ouders te verzorgen. Kinderarbeid zijn wanneer kinderen arbeid verrichten. Bijvoorbeeld, je ouders zijn ziek en dan moet je werken om ze te kunnen verzorgen. Kinderarbeid is wanneer kinderen willen werken om hun ouders te verzorgen en het huis te willen onderbouwen. Ik vind dat alle kinderen onderwijs moeten genieten. Ik vind het niet oké, omdat kinderen ook rechten hebben. Kinderen hebben recht op onderwijs, spelen en andere soort dingen. Nee, eigenlijk vind ik het niet goed, want iedereen heeft recht op onderwijs. En ik vind dat die kinderen ook recht op onderwijs hebben, ongeacht hun leeftijd, hun leefomstandigheden. Dus ik vind het niet goed dat ze moeten werken. Kinderarbeid is wanneer kinderen jonger dan 14 jaar niet naar school gaan en werken om zelf geld te verdienen. Dat is vaak slecht betaald en gebeurt onder vreselijke omstandigheden. De kinderen zijn vaak genoeg niet beschermd tegen het werk dat zij verrichten. Nee, ik ben nog nooit in contact gekomen bij een vakantiejob. Ik ken zelf niemand die kinderarbeid verricht. Ik heb wel gewerkt, maar dat was voor mijn moeder. Bijvoorbeeld auto pruimen en schoonmaken in het huis. Heb ik wel zakgeld gehad. Ik ken persoonlijk niet iemand. Maar ik zie wel veel mensen die knippers verkopen, kinderen hoor. Onder de 10 jaar knippers verkopen aan de Kappenamestraat. Als de ouders die kinderen zouden dwingen, zou ik wel de politie opbellen. Hier in Suriname is er ook kinderarbeid. Bijvoorbeeld de knipperverkopers op de hoek, showers bij de markt en zelfs in de goudmijnen. Het streven is om kinderarbeid overal uit te bannen. Want kinderen horen naar school te gaan, verzorgd en beschermd te worden. Stop kinderarbeid! Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voert verschillende projecten uit die kinderen het wat makkelijker maken om naar school te gaan. Rollen gekeerd in de straten van Nicaragua. In Ghana verdienen de jongens een extraatje bij de houtzagerij en jongeren in Burma worden getraind in leiderschap. De korte berichten halen we vandaag uit Wadada News for Kids. Kinderen van migranten in Burma zijn 4 dagen lang getraind in leidinggeven. Door deze training krijgen jonge kinderen zelfvertrouwen en leren zij de kwaliteiten van een leider zijn. Na deze training kunnen de kinderen goede leiders worden. Intimidatie is bijvoorbeeld ongewenste seksuele opmerkingen, lichamelijk contact of aandacht. Vaak doen mensen het van dezelfde leeftijdsgroep. Meestal zijn het jongens die meisjes intimideren, maar vandaag zijn de rollen gekeerd in Nicaragua. Laat ons even kijken hoe ze reageren. Qué guapo, muchacho. Cuando cayeron del cielo. El de camisa verde.
pensé que realmente era una chavela. Por aparte algo normal, ya para mí, al suave. Me sentí raro, oye, porque una mujer va a estar enamorando a un hombre, de lugar que si el varón le enamore a ella. Y están cayendo los ángeles del cielo, bebé. Me sentiría que, como que, o sea, es una falta de respeto para... Para mí es una falta de respeto, me sentiría acosado. Papito lindo, parece pendice. Por bonito, qué guapo, qué barra. Qué bello que está, clase músculo, bebé. Saturdays and Sundays, I know that they are not going to school, it's a freehold day, so that's why I come here. I don't want to be roaming, so that's why I come here, to work. I can get small money to in my pocket. Sometimes the work is always easy, sometimes it's not easy. Some of the boys, if you carry it, it's always heavy, you can't carry it. The small money, I just can help me to take it and buy my properties and some things. Sometimes I always give the money to my grandmother. Kata en Kumite. Daar gaat het tijdens de Caribische Karate Kampioenschappen vooral om. 100 deelnemers uit 6 verschillende landen strijden voor de overwinning. Vandaag is de tweede gevechtsdag en wij namen een kijkje. De hele dag stond in het teken van kumite gevechten. Gisteren draaide het om kata. Een vorm van karate waarbij er gevechtspatronen worden uitgebeeld en focus en balans erg belangrijk is. Bij kata schakel je geen tegenstander uit, maar bij kumite wel. Kumite houdt in zijn deel van karate. Karate bestaat uit twee, kata en kumite. Kata houdt in het stijle patroon, het lopen van het. En kumite houdt in het in praktijk inbrengen, het vechten ervan, punten maken. Bij kumite ben je ingedeeld in een categorie, opgewicht en leeftijd, zodat het gevecht eerlijk blijft. De deelnemer probeert de tegenstander te raken, waarbij de scheidsrechter geconcentreerd toekijkt. De scheidsrechter bepaalt of de punten geldig zijn en let op de tijd van de wedstrijd. Ik doe mee in 14-15, min 45 kilo. 54, sorry, min 54 kilo. Eerste ronde was het, kon passeren. Het was niet makkelijk, het was ook niet moeilijk. Tweede ronde was het meer zwaar geworden voor mij, want ik was moe en slag gehad op mijn neus, dus ik kan ook niet meer vechten. In mijn klasse ben ik op de tweede plaats geëindigd. Zaterdag is de laatste dag dat er wedstrijden zijn. Pas dan zal duidelijk worden wie alle winnaars zijn van het allereerste Caribische Karate Kampioenschap. Morgen, op de laatste dag, gaan de deelnemers in groepen van 3 het tegen elkaar opnemen. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Een fijn weekend, slaap lekker en tot maandag. Ciao!